strand in het zand, met uw transistor bij de hand, luistert u naar Veronica en Sangria, uw zomerse zondagmiddagprogramma. With your favorite music. Vraag een kleurenfolder aan bij de Constant Ateliers in Rotterdam. Alsof dit is inderdaad Sangria en zo'n genix van informaties en, dat is het belangrijkste, muziek. Dat is dan de Sangria hitpick, of hoe je dat verder moet noemen. Het wordt vandaag 4 keer gedraaid, dus er moet wel een hit worden voor de komende week. Dit is Perre! Ik doe hem wat doen. Wat een drie kwartier frisse lucht op het dek. Daar heb ik mijn tijd doorgebracht om maar voldoende frisse lucht te krijgen en om het vol te kunnen houden deze zondagmiddag. Het laatste is, ik heb wel gemerkt dat mijn zeebenen niet in uitstekende staat zijn. Er zijn helemaal geen benen als ik op het dek sta. Want ik loop af te zwabberen, dat is niet van mogelijk. En verder mijn maag, nou dat is geen echte zeemaag. Dat is helemaal verkeerd. Dit is, ja, hoe moet je het noemen? Het is altijd leuk als je een plaat een bepaalde naam geeft. Laten we zeggen de Sangria Hitpick. Het is Perre en Borbito. Chef, geef mij maar eens een Ola-ijsje. Moet groot en lekker zijn. Die Gitana-cup daar van een gulden. Er zijn 28 verschillende Ola-ijsjes. Lekkere, gekke, originele, koele, gezellige ijsjes. Lekker van Ola. Ik heb nog wat informatie voor de luisteraars, Veronica luisteraars, die geïnteresseerd zijn in strandgebeuren. Op dit moment, want die inlichtingen krijg ik allemaal van de heer Daams in het Veronica vliegtuig, lopen er erg veel mensen langs de stranden en zijn ook de campings druk bezet. Ik hoop dat al die mensen zich amuseren en dat ze in elk geval niet vergeten hebben hun portable radiootje mee te brengen. Steden, mensen, chips van zilver. Nieuw. De koelere smaak van Peter Stuyvesant menthol. Peter Stuyvesant menthol, maar niet zoveel meer. Het is te hopen dat wij dat kunnen blijven zeggen in de toekomst. Dat is uiteindelijk een affaire die u zelf in de handen blijft. En zoals u aanstaande woensdag 18 april om 12 uur op Raafse Malieveld aanwezig kunt zijn om eventueel mee te demonstreren in het kader van het behoud van Radio Veronica, dan zouden we dat natuurlijk zonder enige twijfel op prijs stellen. Het was ook daarom dat we Gene Pitney draaiden met I'm Gonna Be Strong. Is de sigaret. Cavaliero, klinkt anders dan anderen. Cavaliero. Met en zonder filter. Ja, dat weet ik.
worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis de ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.